Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Agro Energy, Berkel Beton, Rumivar, Jan de Winkelmechanisatie, Gelre IJsselstreek, Abemec, Veenhuis en Total NL. Ik ben hier vandaag in Zelhem, de allergrootste land- en tuinbouwbeurs van Oost-Nederland. De allerlaatste ontwikkelingen op agrarisch gebied. Zonnepanelen kennen we inmiddels allemaal. Maar wat ik niet eerder heb gezien, is 30 jaar garantie. Dat betekent dat dit hele speciale zonnepanelen zijn. Wat is hier zo speciaal aan dat jullie dit durven aan te bieden? Dit paneel heeft dus glas aan de achterkant. En dat wil zeggen dat je dus een lange levensduur kunt geven, maar dit paneel heeft geen last van delaminatie. Dat betekent 30 jaar? 30 jaar volledige garantie. Zowel productie als voor opbrengst. En dat is eigenlijk uniek. En is deze exclusief voor de agrarische markt? Nee hoor, ook de particulieren kunnen daar heel goed gebruik van maken. In principe gaat hij 3 keer zo lang mee. Ja. Betekent dat hij ook 3 keer zo duur is? Nee, hij is niet 3 keer zo duur. De prijs is vergelijkbaar. Stel, ik ben consument en ik mag deze panelen ook kopen. Ja. Hoe lang is de levertijd? Maand. Een maand kan ik mijn hele huis strak maken met het nieuwste van het nieuwste. Absoluut. Men neemt een stuk glas, zonnecellen, nog een stuk glas. Maximale bescherming, 30 jaar garantie. Kalveren kunnen net als mensen aan de diarree zijn. En om ze van uitdroging te behoeden, heb je 2 dingen nodig. Een pillenschieter en de bipil van Fuchs. U neemt de pil, eenmaal ingeven in de pillenschieter. U neemt de kalf onder de arm, eenmaal kietelen bij de kaakrand, dan opent hij zelf zijn bek. Ingeven, inknijpen en het vrijgeven. Dus je schiet hem als het ware zo in de keel en dan slikt hij hem vanzelf door? Hij slikt hem vanzelf door. Hij merkt daar niks van? Nee. Ik weet dat diarree voor mij heel erg ongemakkelijk is, maar waarom is het speciaal een pil voor de kalf? Omdat het van levensbelang is. Een kalfje die kan binnen 48 uur zo erg uitdrogen dat hij eraan sterft. Binnen 48 uur sterft het kalf? Ja, net als een pasgeboren baby. Stel, ik ben boer, ik heb kalveren. Wat zijn voor mij de eerste signalen dat ik moet denken, ik moet die bipil hebben? Wanneer ze wat rustiger worden. En het systeem is zo ingenieus, het heeft precies de lengte, zodat de pil achterop de tong neergelegd wordt. De kalf slikt het zelf door, geen kans dat het in de longen komt. Brussel dicteert dat in de hele agrarische sector de ammoniakuitstoot sterk naar beneden moet. Dat houdt in dat daarop ingespeeld kan worden. Berkel Beton doet dat perfect. Ammoniak is eigenlijk een chemische reactie van de urine met de vaste mest. Nou, en daar kun je eigenlijk tegengaan om die urine en die mest zo snel mogelijk te scheiden. Kijk, de vloer is wel vlak, maar die gootjes die erin lopen, die lopen af. Ja. Dus die urine loopt al vrij snel die put in. Zo simpel. Is heel simpel. Gebruik van de zwaartekracht eigenlijk. Eigenlijk wel. Er komt nog 1 ding bij. In de kelder is natuurlijk ook die urine en de mest bij elkaar. Daar ontstaat dus eigenlijk ook die ammoniak. En daar kunnen we eigenlijk tegengaan dat hij op gaat stijgen door middel van een klepconstructie. Eigenlijk zou dit bij elke stal moeten zijn waar vee rondloopt, waar mest wordt geproduceerd. Sinds een paar jaar zeg maar, moet iedereen een systeem zoals dat toepassen. Kijk, hier zie je hoe het werkt. Urine en ammoniak gaat in deze spleet en de mesrobot gaat er nog een keer overheen, zodat je een prachtige ammoniakvrije vloer krijgt. Je kunt je haren knippen, je kunt je nagels knippen, maar je kunt ook een boom knippen. Alles op het gebied van groen en bomen. Ja. Dat is jullie kern. Een van de kerntaken van Bulee. Ja. Alles wat we weghalen, planten ook weer nieuw. In ons vakgebied hebben wij met grote machines te maken. Wij letten zeker op in machines die we aanschaffen met roetfilters, AdBlue, dus naverbranding van de CO2-uitstoot, dat ook meegenomen wordt. En hoe gaat dat in zijn werk? Je hebt een boom, je hebt een stam, je hebt een top, je hebt een stronk. Wat doe je dan? In principe kunnen we alle bomen knippen. Hardhout, zachthout. We gaan een boompje knippen. Als een lucifertje. Kijk, ander voordeel, geen zaagafval. Dit is de invoer. Hier gaan de takken erin. Achter zit een grote trommel met 2 messen. Dan wordt alles afgesneden. En zo gaan alle toppen versnipperd de bak in, direct naar de bio-industrie. 98% van de hele boom gerecycled. 15% van alle melkveehouders zijn aangesloten bij Dumea Agroadvies. Maar waarom eigenlijk? Het is eigenlijk zo dat als een melkveehouder mest op zijn grond wil doen, dan moet hij eerst een bodemanalyse hebben. En op basis van die getallen mag hij meer of minder mest op zijn grond doen. Dus al deze
boeren zijn aangesloten bij jou omdat jij hen advies geeft. En zijn klanten van mij. Geef je nog meer advies? Dat is dus het landbouwkundige gedeelte. Boeren staan dicht bij de natuur. Dan zijn wij gaan adviseren om zonnepanelen op hun daken te doen. En al deze boeren moet je natuurlijk ook voorlichten. Zijn er nou steeds nieuwe regels? Veranderende regelgeving is zowel een bedreiging als een kans. Als ondernemer moet je tegenwoordig dynamisch zijn. De Nederlandse landbouw is de enige bedrijfstak die 20% CO2-reductie al behaald heeft. 44% van alle duurzame stroom in Nederland wordt de boeren wordt die gewoon geproduceerd. En waarin adviseer je de boeren nou nog meer? Wij richten ons heel erg op het milieuaspect. Hoe kun je zo duurzaam mogelijk bezig zijn? Maar er moet wel een winstoogmerk aan zitten natuurlijk. Ja, maar je bent niet non-profit? Ik ben niet non-profit, nee. Maar door schaalvergroting kunnen we wel heel scherp leveren. Ik weet geiten, ik weet een fantastische machine en ik weet prima voer. Wat hebben we hier? Dit is een voersysteem voor geiten. Hiermee kan ik individueel en automatisch krachtvoer verstrekken aan de geiten. Let op. Die geit die stapt door dit poortje. Die komt hier bij een opening. Hij steekt nu zijn kop erin. Dit is een opening. Dan gaat de computer kijken. Mag jij voer hebben of mag jij geen voer hebben? Als die wel voer mag hebben, gaat de computer kijken hoeveel en van welke soorten. Dus de herkenning is een heel belangrijk onderdeel van het voersysteem. Maar dat betekent dat hij helemaal tot het eind zijn voer heeft? Juist. En iedere geit krijgt afhankelijk van zijn productie, dus zijn melkproductie, krijgt hij een bepaalde hoeveelheid voer. En hoe herkent de computer welke geit het is? Iedere geit heeft in Nederland verplicht een elektronisch oormerk. Ah, wat slim. Als je niet goed voor je dieren zorgt, dan gaan ze ook niet voor jou je best doen. Hebben geiten leervermogen? Als hij dat 3 keer gedaan heeft, dan weet hij wat er aan te wachten staat. En een jaarlijks terugkerend gebeuren op de geitenhouderij is dat je een deel van je veestapel moet vervangen. Dat betekent dat je dus ook ieder jaar nieuwe geiten hebt. En die lammetjes, die leren heel makkelijk aan. Dus in een dag of 3 snappen ze dat. Snappen ze dat precies. En op deze manier krijgt iedere geit precies wat hij nodig heeft. Kun je zonder productiefaciliteit, zonder voorraad en zonder transport er zorg voor dragen dat alle boeren in Oost-Nederland het perfecte veevoer krijgen? Dan bel je Gijs. Want hoe heet het? Boeren met Gijs. Boeren met Gijs is de klant centraal zet. Wil je meer melk? Dan wil je een gezondere veestapel. Hoe kunnen we dat via mengvoeren of via andere oplossingen zo goed mogelijk voor jou bereiken? Wij werken met stalnutritionisten. Je komt op het bedrijf. Die gaan kijken naar de koe of naar de geit. En die maken daar ter plekke de samenstelling. En dan gaan ze kijken, deze samenstelling, wie in Nederland kan er nu het beste produceren? Dus wat we proberen te doen is een pakket te maken wat gezond is. Het ziet er allemaal geweldig uit, maar wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in duurzaamheid. Ja. Hoe zit het daarmee? Nou, omdat we werken met stalnutritionisten kunnen wij exact dat uitrekenen wat het dier nodig heeft. En daardoor zit hier eigenlijk precies de hoeveelheid in die het dier nodig heeft. Niet te veel, niet te weinig. Het tweede wat we doen, en dat heeft te maken met transport, is zodat als je kijkt naar Nederland, dan gaat al het transport vanaf de fabriek naar de boer. Maar daarna gaat diezelfde bulkwagen leeg weer terug. Ja. Nou, wat doen wij? We hebben ook gezegd, we hebben geen bulkwagens in eigen kleuren, zeg maar. We rijden met wat ze noemen blanco bulkwagen. Dus zodra die bulkwagen bij de boer is, is die klaar en kan die naar de volgende mengvoerfabriek om daar weer zijn vrachtje op te halen, zeg maar. En daarmee kunnen wij toch denk ik 20% van de kosten besparen, maar ook van de diesel besparen, van de transport besparen, zeg maar. Daar zit het voor de voordelen. Boeren met Gijs heeft heel veel voordelen. Dit is de landbouwmachine van de toekomst. De bestuurder is hier controleur. Alles gaat via GPS, alles gaat via satelliet. Geen enkel stukje land wordt 2 keer bewerkt. Tijdwinst, minder CO2. Hoe groen wil je het hebben? Jan de Winkel staat voor John Deere Dealer in Oost-Nederland. Ja, en we kunnen eigenlijk alle producten leveren die je maar kan bedenken voor de landbouw. En hoe zie je duurzaamheid in combinatie met de ontwikkeling van dit soort machines? We verkopen steeds meer machines die hebben AMS en GPS. Dus dan kun je op een bepaalde werkbreedte werken. Dus minder tijd, minder brandstof, veel beter voor het milieu en ook veel beter voor de grond. Nederlands makelaardij, Nederlands trots. Ja, dit is een zogenaamde skidsteer. Het voordeel van zo'n machine is, je kunt eigenlijk door een deur heen rijden, zo smal kun je ze krijgen. Wow. Dit is een beetje de Rolls Royce onder de machines, hè? Inderdaad, dit is wel het neusje van de zalm. Giant John Deere, van Amerika naar Oost-Nederland. Met dank aan Jan de Winkel. Hoor je dit? Dit is een klassieker. De paddenstoel van Coltec. Dit levert al jarenlang stroom voor schrikplaten. En zo gaat het nu. Zonne-energie,
voor schrikdraad. Stel, ik wil zo'n opstelling. Ja. Wat heb ik nodig? Nou, in dit geval is de zonneleverancier. Wij slaan die energie op, zetten het om naar de accu toe. Accu houdt de stroom vast en ons apparaat haalt het energie daar weer uit. Die zet de stroom om, komt op een 3,25 joule uit. Het hele jaar rond levert hij de energie voor je afdrastering. En dit? Dit is het mobiele zonnepaneelapparaat. Oh. Het is heel simpel, het is op een opstelpaal zet je hem weg. Een aardpen de grond in, aansluiten op de afdrastering die men heeft. En that's it? Het draait het hele jaar door. De wereld van het schrikdraad. Ja, en dan heb je de geleiders, is dan één gedeelte. Met alle hekwerken die geplaatst zijn in Nederland, hebben wij isolatoren voor. Behalve het schrikdraad en de collectoren, alles verzorgen jullie, van begin tot eind. Welk hekwerk men ook maar heeft, er zal geen hekwerk zijn waar wij niet de afrastering op gedaan kunnen krijgen. Het leuke van zo'n land- en tuinbouwbeurs is dat je alles kan zien, ervaren, proeven. Waarom is er een speciaal drankje voor de kalver? Dit is cola-melk, zodat ze het zuur niet proeven. Want zuur zorgt ervoor dat de slechte bacteriën in de dunne darm gewoon niet aanslaan. Anders krijg je zo'n kalf diarree. We zijn een adviesbureau. We houden ons al jaren bezig met de voeding van runderen en varkens. Wij adviseren daar ook in vanuit de praktijk. We willen die koe gezond houden. Daarin zijn mineralen, vitaminen erg belangrijk. Dus eigenlijk wat jullie doen is, jullie maken de dieren zo efficiënt mogelijk, met zo puur mogelijk voedsel, wat het beste is voor ze, zodat ze zo lang mogelijk meegaan, beter voor mens en beter voor dieren. Ja, we gaan ook steeds meer naar precisievoeding toe. We maken dus ook maatwerk. Daarvoor hebben wij een unieke website ontwikkeld. En daar kan dus exact op maat een mineraal samengesteld worden. Vanuit welke motivatie doe je dit? Ja, liefde voor koeien, voor het vak, voor de landbouw. Ja. Bij land- en tuinbouw denk je vaak aan stallen, dieren, inrichting, installaties, machines. Maar wat het dus ook is, high-tech. Wij boren bronnen, het grondwater gaan we zuiveren, zodanig dat het geschikt is voor het vee. Dan maken we de rest van de pompinstallatie om het naar het vee te transporteren. Dan noteren we de drinkbakken. Vervolgens maken we een mooie verlichting in de stal. Zorgen we voor de ventilatie. Eigenlijk hebben we het hele pakket voor die agrarische branche eigenlijk helemaal compleet. En alles op zo'n manier, moet je kijken wat hier allemaal staat. Het is allemaal state-of-the-art technology. Bronwaterinstallaties zoals we daar achter in de hoek zien. De pompen kopen we, de vaatjes kopen we. Uiteindelijk hebben we heel veel koopproducten. En die combineren we eigenlijk tot een state-of-the-art. Ik heb een stal. Ik wil beginnen. Ik heb alleen maar land. Dan bel ik jou. Als ik terugkom, heb je het grondwater eruit gehaald. Een hele stal ingericht en ik kan aan de slag. Hebben we een deal? Wij hebben een deal. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Agrisun, Coltec, Jan de Winkel Mechanisatie, Forte Benelux, Van den Brink Montage en Total NL. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Agrisun, Coltec, Jan de Winkel Mechanisatie, Forte Benelux, Van den Brink Montage en Total NL. Vandaag zijn we in Biddinghuizen bij Agrotechniek Holland. Alles wat boeren boeit. When the work's all done and the sunset low, pull out my fiddle and rosin up the bow. Kids are asleep, so I keep a catalog. And thank God I'm a country boy. Kun je ons vertellen waar we vandaag zijn? We zijn op Agrotechniek Holland 2016 in Biddinghuizen bij het Walibi-terrein. Dit is 4 dagen lang het epicentrum van landbouwmechanisatie Nederland. Maar is dit de grootste beurs van Nederland? Ja, in oppervlakte is dit de grootste beurs van Nederland. Ja. En wat voor soort exploitanten staan hier allemaal? Hier staan aanbieders van landbouwmechanisaties. Dat zijn fabrikanten of importeurs of soms dealers van tractoren, van ploegen, van alles wat je nodig hebt. En onze subtitel is alles wat boeren boeit. Nou, en dat staat hier op de stands van de 250 exposanten. En dan kunnen meteen ook deals gesloten worden, begrijp ik dan hier? Gelijk aftikken. Gelijk aftikken, ja. Nou, dan gaan we even een kijkje nemen daar. Smart farming is hot. Het is helemaal hot, ja. Wat doen jullie ermee? Wat wij ermee doen? Nou, voor de agrarische ondernemer, de toekomstige agrarische ondernemer,
die is beheerder van data, die wil data beheren. En de uitwisseling van data tussen alle verschillende machines die hier staat, is belangrijk. En daarmee moet hij echt in de toekomst. Dus al die apparaten zijn erop gericht om zoveel mogelijk data te verzamelen. Data verzamelen, processen uitwisselen met elkaar. En ten einde om gewoon een beter resultaat te krijgen in zijn bedrijfsvoering. En ook gewoon duurzaam te kunnen werken. Dus is dit een scanner? Ja, dit is een scanner. Deze scanner die meet de voedingsbehoeften van het gewas. En op basis van deze scanner kun je op een gegeven moment de meststoffen toevoegen. Waanzinnig. En is dit dan de tractor van nu en van de toekomst? Ja, dit is natuurlijk paradepaardje. De grootste, 500 pk. Daar kun je smart farming mee toepassen. Hè? Dus de opdrachten die de software geeft omzetten in toepassing in het veld. Maar je kan natuurlijk ook met andere machines, hè? Kleiner, mindere pk's, maar wel jonge machines. Het moet wel van deze tijd zijn. De smart farming staat los van de machine. Smart farming staat los van de machine. De smart farming geeft opdrachten wat de machine moet uitvoeren. En de machine moet dan de techniek hebben om dat ook toe te passen. Maar ja, al die nieuwe ontwikkelingen, smart farming, nieuwe machines, dat moet wel geïnvesteerd, moet wel betaald worden allemaal. Ja, dat is de uitdaging vandaag voor onze gebruikers. Dus wij hebben daar ons eigen financieringsprogramma voor om de klanten te helpen om die investering te doen. Oh, dus je helpt ze ook op die manier? Ja, in de breedte helpen ze. Compleet ontzorgen, zoals ze dat mooi noemen. Ja. Ja, ontzorgen in de landbouw. In 2024 moet alle asbest van alle daken in Nederland verwijderd zijn. En dat is een probleem, want in de agrarische sector ligt nog miljoenen vierkante meters aan asbest. Dus alle boeren moeten de asbest kwijt en een heel nieuw dak. Maar waar ga je dan heen? Naar Van der Brink. Dat is nogal een opgave, 2024. Ja, dat is inderdaad een hele uitdaging. Maar betekent dat als ik boer ben en ik wil een heel nieuw dak, of het nou asbest is of niet, dan kom ik bij jullie? Ja, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, ja, kun je bij ons terecht. Je doet het hele pakket? We doen het hele pakket, ja. En dat geldt ook voor de nieuwbouw, hè, dus de staalconstructie, inclusief de dak, inclusief de wand. Dat doen we allemaal in eigen beheer. Nou, asbest is natuurlijk bad news, maar wat komt daarvoor in de plaats? Ja, de ontwikkelingen groen, sustainable? Waarvan... Ja, hè, iedereen is natuurlijk met duurzaamheid bezig, met de energiebesparing bezig. Dus wat we veel zien is dat zeg maar, de asbestgolfplaten worden vervangen door sandwichpanelen, geïsoleerde panelen. Waarbij je dus ook tegelijk een geïsoleerd dak hebt. Hè. Je minder te stoken, scheelt geld. Dat is een beetje de insteek. Ja. Ja, wat jullie doen, je haalt een probleem weg en dan komen we met een oplossing die ook nog eens groen is. Ja precies. Ja. Dat is waar het om draait. Dit is de grootste landbouwbeurs van Nederland. Dus is het logisch dat je ook staat bij de grootste stand van de beurs. En dat is Deutsch. Ja, nou, dat klopt. Deutsch pakt van het jaar groot uit op deze beurs. Want we hebben inderdaad enorm veel te zien. Van de kleinste trekker vanaf 25 pk tot de grootste 440 pk. En dat is het laatste model? Dit is het laatste model. Dat is de 6-serie. Deze motor beschikt over een AdBlue systeem en een partikelfilter. Die ervoor zorgt dat de laatste roetdeeltjes en schadelijke CO2 gefilterd wordt. Voordat het via de uitlaat vertrekt. En waar zit het filter? Dat partikelfilter, ofwel roetfilter waar ik over sprak, is dat die zilveren pot die hier zit. Daar worden zeg maar de fijnstof wordt daar uitgefilterd. Daarna gaan de uitlaatgassen hier door deze uitlaat. Schone uitlaatgassen op twee manieren. Ja, zo kan je het wel omschrijven. In een prachtige machine, Italiaans design en Duitse degelijkheid. Vaak worden onderdelen in tractoren vervangen terwijl ze eigenlijk alleen maar vuil zijn. Maar dat weet je zelf niet. En dan bel je Forte. Want hoe groter de onderdelen, hoe meer je kan besparen, hoe groener. Ja, want hoe groot is dit probleem? Nou, voorbeelden te over, om hier even iets te laten zien. Dit is vervuiling van een brandstofsysteem. Nou, we beginnen hier met een reiniger. De helft reiniger, de helft brandstof. En we gaan het systeem reinigen en we zien dan wat er opgelost wordt aan vervuiling in een brandstofsysteem. Uiteindelijk leidt dat tot storingen in verstuivers, storingen van de brandstofpomp. Dus de eigenaar denkt dat hij kapot is, maar hij is eigenlijk gewoon vervuild. Sterker nog, niet alleen de eigenaar, maar ook de monteurs. He, dus wij doen ook een stuk opleiding naar de monteurs toe zelf. Dat ze in het begin van hun opleiding met vervuiling te maken hebben. En heel vaak delen niet kapot zijn, maar simpel vervuild. Dus als ik een eigenaar ben en ik twijfel, dan bel ik jullie en jullie komen langs. Jullie diagnostiseren en er komen met een oplossing. Ja, met name die diagnose stellen, ook dus met de specialisten in de werkplaats. Is het nou defect? Oké, dan zijn wij klaar. Is het vervuild? Dan kunnen wij mogelijk een oplossing bieden. En is dit allemaal specifiek voor alleen tractoren? In principe voor elke verbrandingsmotor. Elke verbranding is onvolledig, dus ook voor je eigen auto kun je dit prima inzetten. Deze beurs staat boordevol met trekkers. En die zijn hartstikke hoog. Dus als je daarmee in botsing komt, dan eindig je onder de trekker. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus Landkracht importeert deze jongens. De Solder Front Protector zorgt ervoor dat de voorkant van de trekker wordt afgeschermd. En door de breedte afscherming, de reflecterende bestikkering en de verlichting
wordt de trekker beter zichtbaar, waardoor de auto, de bestuurder van de auto, fiets, motor, beter in de gaten heeft wat voor voertuig naar hem toe komt, de afstand beter kan inschatten en in het geval van een aanrijding niet onder de trekker schiet. Want dat is vaak het gevaar met de grote voorbanden, dat de medeweggebruiker onder de trekker terechtkomt, ja, en dan ben je kansloos. Maar ik heb even gekeken, ik zie ook een hele kleurrijke versie. Ja, wij vinden toch de introductie van een nieuw product als dit zo belangrijk, dat we hebben geprobeerd om een ludieke manier een frontprotector een ander gezicht te geven. En dat we daardoor het extra onder de aandacht brengen. En dan combineren we het met de veiling, met het goede doel Make a Wish. Make a Wish is een hartstikke goede organisatie. Die kinderen die het in het leven moeilijk hebben, om die een extra leuke dag te bezorgen. Ik denk dat dit een hoop gaat opleveren. De meest prestigieuze innovatieprijs in de agrarische sector is de bronzen sikkel. En ook die heeft te maken met smart farming. Want u heeft hem gewonnen. De eerste prijs. Inderdaad, we hebben hem gewonnen voor ons Nutriflow systeem. Een Nutriflow systeem is een installatie waarbij wij mest die aangewend wordt op het land niet meer als kubieke meters per hectare verspreiden, maar we meten dus tijdens het uitrijden welke voedingsstoffen er in de mest zitten en doseren exact dat wat de plant nodig heeft. Zodat er dus een optimale gewasopbrengst bereikt wordt en daarnaast geen overbelasting voor het milieu ontstaat, want we bemesten niet over. Elke keer als de mest in de wagen gaat, dan wordt het meteen gemeten, weet je precies wat de samenstelling is, weet je precies wat de grond in gaat. Ja. Dit is de laatste ontwikkeling. Wat krijgen we hierna? We verzamelen met deze machines als onderdeel van smart farming enorm veel data. Dat geeft ons kennis. De volgende stap is plaatsspecifiek doseren. En hoe maken we optimaal gebruik van deze hoogwaardige techniek smart farming? AdBlue werkt fantastisch, maar wel in situaties waarbij de uitlaatgassen minstens 250 graden zijn. Als daar fluctuatie in is, soms lager, soms hoger, kan dat voor verstoppingen zorgen. Wat gebruik je dan? Diaxol van Total Agri. Wat is hier aan de hand? Nou, hier zie je een katalysator die eigenlijk helemaal verstopt is en verbrand. En dat is dus de verstopping van cyaanuurzuur die is gaan kristalliseren. En dat geeft dus eigenlijk aan dat die niet goed verdampt is. Nou, dan hoopt zich dat op en dan krijg je dus deze verstopping. En op een gegeven moment loopt je hele katalysator loopt vol en dan heb je geen vermogen meer. En wat is dan precies Diaxol? Die zorgt ervoor dat je met een lagere temperatuur een goede verdamping krijgt van je AdBlue. En daardoor loop je veel minder risico. Maar dit is niet het enige wat jullie bij Total Agri doen? Nee, wij zijn eigenlijk de leverancier voor de agrarische sector van smeermiddelen. Dan kun je denken aan motorolie, transmissieolie, hydraulieke olie, speciale vetten. Dus ga je met Total Agri in zee, dan loopt alles gesmeerd. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Agro Energy, Berkelbeton, Rumivar, Jan de Winkelmechanisatie, Gelre IJsselstreek, Abemec, Veenhuis en Total NL.